Hier in de gym van Koga, met natuurlijk de invisible walls, de onzichtbare muren. Let's go. Nou, dat was het. Einde Nuzlocke Challenge. Yo Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt. Want wij gaan weer verder met onze Nuzlocke Challenge in Pokémon Let's Go Eevee. En ik hoop vandaag toch echt Koga te kunnen gaan uitdagen in zijn gym. Ik weet niet hoeveel trainers hier nog boven zijn, maar we zijn momenteel ons team aan het trainen. Oeh, en we moeten dat doen tegen een Gyarados. What? Let's go, Tsunami. Oh, maar deze Gyarados is serieus level 27. Ik dacht echt van dat dit een epische battle zou gaan worden, maar level 27 is wel heel laag. Dat komt natuurlijk... Oh, ik snap het al. Je kon natuurlijk al veel eerder hierboven zijn bij al deze trainers. Ja, vandaar dat deze Pokémon een lager level zijn. Ja, in dat geval weet ik niet of we echt nog hier naartoe moeten. Ja, het kan wel easy XP zijn, dat wel. Maar ja, 89 XP. Ik hoop niet dat ze dan allemaal Magikarps hier hebben. Nou, laten we gewoon eens even verder kijken. Dit zal waarschijnlijk wel echt heel erg makkelijk gaan allemaal. Hier kunnen we in ieder geval dit itempje oppakken. Maar deze vissers hebben als het goed is echt helemaal niks op ons. Gaan we eens even kijken wat Hank heeft. Oh, nee. Niet Magikarp battles. Dit is zonde van mijn tijd. Dit gaan we toch niet serieus doen. Tegen level 27 Magikarps. Kom op. Jij hebt zeker allemaal Magikarps. Oh, hij heeft ook een Poliwag. Poliwag, dat is al een vooruitgang. Maar ja, dit is wel te easy. Hier krijg ik amper nog XP voor, jongens. 134 XP. Ja, daar loop je niet warm van. Oh, een Seeking. Een Seeking, dat zou op zich nog wel wat XP'tjes kunnen opleveren. Dat is dan wel weer fijn, want dat is dan gewoon echt easy XP dit. Gewoon gratis XP allemaal. Sorry Seeking, sorry dat we te sterk zijn. Kijk, 355 XP, daar doe ik het op zich wel voor. Go. Ja, daar beneden stond trouwens nog wel een iets sterkere trainer. Oké, een Poliwhirl. Ja, daar krijgen we ook wel wat XP voor. Gok ook wel zo'n 280 XP of zo. Kablam. Ik heb wel medelijden met deze Pokémon. 303 XP. Nou, groeien we misschien toch nog een leveltje hier zo. Wat heb jij allemaal bij je? Oh, jij hebt bait. Nou, dan heb je sowieso een Magikarp. Een Staryu. En hoeveel XP gaat dit dan worden? 152. Oké, nou, helaas. Dan stond hier ergens nog een trainer in een zwart pakkie. Hallo. Met jou wil ik op zich ook nog wel even battelen. Jij hebt wel sterkere Pokémon. Oh, een Tangela van level 28. Nou, dat moet wel lukken. Ik heb daar een Ice Shard voor. Gooi die Ice Shard op zijn bokus. Oh, en Sleep Powder. Oh, nee. Gaat Lapras ook nog even een Tuckie doen? Ga je serieus Mega Drainen? Nou, dan... Als je gaat Mega Drainen, dan kan je het uitzoeken. Dan heb ik hier mijn Pixie voor jou, jongen. Dan krijg je gewoon een Ninetales op je bakken, hoor. Als je dat liever hebt. Ja, jij gaat stoer Mega Drainen. Jammer, man. Het is niet very effective, hè? Weet je wat wel very effective is? Een flamethrower op je bakkes. Lekker, hoor. Doei. Ondertussen groeit Troll. Dat is onze Hunter naar level 43. En krijgen we te maken met Onix. En daarvoor ga ik gebruik maken van de Bouncy Bubble Move van Eevee. Kijk hoe groot die Onix nog steeds is, hè? Dat is echt bizar. Is dat denk ik wel de grootste Pokémon van de eerste generatie, Onix. Maar ja, ook Onix kan niet tegen water. En dan gaan we nog even kijken wat dit voor item is. Nog meer Ultra Balls. Let's go. Dan hebben we alle trainers hier op deze route wel verslagen. Dat betekent dat we alle XP die we kunnen pakken ook echt gepakt hebben. Er zijn nog een aantal trainers die we nog kunnen verslaan. En die staan op de route waar we zijn begonnen. En dat is best wel een eindje terug, jongens. Oh, hier staat ook nog een Birdcatcher blijkbaar die we nog niet hebben verslaan. Oké, deze was ik even vergeten. Jammer dat mijn Lapras nog aan het slapen is. Oeh, hij heeft een Scyther! Hij heeft gewoon een Scyther. Oké, dat is niet zo heel fijn dat ik deze nu over het hoofd heb gezien. Want Slash is best wel een goede aanval. Valt wel mee op mijn Snorlax. Dus even kijken wat een headbutt doet op deze Scyther. Gooi een headbutt. Oké, dat is top. Weet je wat? Ik ga weer even slapen. Dan heb ik weer full HP met Snorro. Laat hem maar lekker Agility gebruiken. Daar wordt hij alleen maar sneller van. Maar hij was toch al knijtersnel. We krijgen nu een Razor Wind. En dan zijn we weer wakker. En dan is het wel klaar met Scyther. Ja, Snorlax wil echt een aanwinst voor ons team, jongens. Tsunami groeit naar level 39. Onze Lapras, die wil nu Ice Beam leren. Kijk, daar ben ik blij mee. Let's go. Want Ice Beam heeft een power van 90. Ice Shard heeft een power van 40. Dus laten we Ice Shard weghalen en Ice Beam leren. Daar zat ik echt op te wachten. Hij heeft ook nog een Pinsir. Holy crap, wat ben jij een hele toffe bugcatcher, jongen. Jij bent de tofste bugcatcher van het spel, vriend. Je hebt gewoon een Scyther en een Pinsir. Dat is echt...
nice. Submission is minder nice. Dat doet pijn. Daar ben ik helemaal niet blij mee. Ik ga nu dan ook even wisselen naar Queen, want anders zijn we Snorro straks kwijt, jongens. Dat is niet de bedoeling. Let's go, Queen. Dit kan nog wel eens gevaarlijk worden. Ik snap niet zo goed waarom ik dit nou heb gedaan. Oké, ga maar voor Crunch. Ik hoop dat dit genoeg is. Ik denk het niet. Nee, het is niet genoeg. Het is zeker niet genoeg. Hij gebruikt Axe Scissor. Oeh, is ook not very effective. Maar Pinsir is gewoon super sterk. We moeten dit kunnen fixen met deze Crunch. Dan moet het einde verhaal zijn voor Pinsir. Oh, man. Pinsir is ook goed hoor, hey. Queen groeit ondertussen door naar leveltje 43. Ja, en dan moeten we deze trainer inderdaad ook nog verslaan, ja. Ik dacht al, dan ben ik gewoon niet onderlangs gelopen. Oké. Tegen een Raticati. Raticati. En dan kunnen we Ice Beam eens even gaan uitproberen. Even kijken hoor, of die Ice Beam een beetje pijn doet. Let's go, Lapras. Bam. Kijk, dit is een fijnere move dan Ice Shard. Met Ice Shard had het allemaal veel langer geduurd. Hij doet nu Super Fang. Daarmee pakt hij de helft van mijn HP. Hele nare move is dat. Dat is ook de move die Nidorina straks nog gaat leren. De laatste move die Nidorina gaat leren waar we nog op zitten te wachten. Super Fang. En nu we tegen Golduck moeten, switch ik eventjes naar Eevee. Om dit even makkelijk te fixen. Hoppakee. Oh, hij overleeft het gewoon. Holy crap, lekker bezig Golduck. Dat had ik niet verwacht. En hij gebruikt ook nog even Surf. Nou. Lekker bezig, man. Maar nu is het wel klaar, hoor. Dag, Golduck. Je hebt even mogen shinen. Je hebt even je shine mogen pakken. Laten zien dat je een goede Pokémon bent. Maar dan is het ook wel klaar. En deze mevrouw, dan hebben we ik denk dat we die mevrouw dan misschien wel hebben gehad. Kan ik hier überhaupt langs of... Nee, dat niet, maar er liggen wel 5 zilver nanoberries. Heb ik met deze mevrouw gebattled, is de vraag. Nee, ook nog niet. Potverdikkie. Nou, oké. Dat is wel allemaal weer meer XP, dus dat is beter. En ze heeft gewoon een Eevee, joh. Het moet ook allemaal niet gekker worden. Je hebt gewoon een Eevee. Kan jouw Eevee tegen Ice Beam? Niet zo goed, hè? Eindelijk kent Lapras nu een goede Ice Move. Daar zat ik echt op te wachten. Kijken of Ice Beam ook die Persian makkelijk kan verslaan. Wel, als die Screech en zo gaat doen, dan is het prima. Ice Beam! Ja, dit gaat lekker hoor. Is een goede move. En nog een keer. Bam. En nu snel door. Wegwezen hier. Ja, het zorgt er wel voor dat best wel veel Pokémon 2, 3 of 4 levels omhoog zijn gegaan. Dat we nu even keihard zijn gaan trainen. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. Dat hadden we ook echt wel nodig voor Koga. Want we waren echt te laag level om Koga te kunnen verslaan. We hadden echt geen kans om Koga te verslaan. Dat zou echt niet gaan lukken gewoon. Nou staat hier nog een mevrouwtje. Met haar heb ik ook nog niet gebatteld. En ik vraag me af of ik met die Birdkeeper hier gebatteld heb. Heb ik met jou gebatteld al? Oh, dat hoeft niet. Durf ik met mijn Lapras tegen jou te battelen? Of zal ik gewoon... Nou, weet je wat? Nee, ik ga met Pixie battelen. Tegen Ace Trainer Kindra met 3 Pokémon. Ah, ik heb precies de verkeerde keuze gemaakt. Want ze begint met een Vaporeon. Dit is jammer. Vaporeon begint met Surf. En wetende dat dit hele sterke Pokémon zijn... Ja, zou dit nog inderdaad wel voor een probleempje kunnen zorgen. Wij gaan nu Buzzy buzzen. Hopelijk paralyzen we die Vaporeon. En kan die ons dan ook niet raken nu? Ja, oké, hij is fully paralyzed. Dat is lekker. Want ik weet niet wat voor moves die Vaporeon meer kent. Maar volgens mij kan die het me wel lastig gaan maken. Kom op. Ah, en hij is weer paralyzed. Lekker. Oké, hier hadden we wel weer een gelukje, jongens. Lekker hoor. Doen we nog een keer een Buzzy Buzz, dan is het klaar met Vaporeon. Wat overigens gewoon een hele, hele goede Pokémon is. Eevee groeit nu naar level 48. Eevee is klaar voor Koga. Dat sowieso. Maar of de rest ook klaar is voor Koga... Weet ik nog niet helemaal. We krijgen nu te maken met Dodrio. Dus ik hou nog maar even vast aan Eevee. Die weer gaat Buzzy buzzen. En Dodrio gewoon one shot. Nice. En nu krijgen we te maken met Sandslash. En dat zou Tsunami, onze Lapras, wel moeten kunnen. Met Ice Beam. Want dat is een lekkere aanval. Dat hebben we al gezien. Hoppa, one shot. Kijk. Lapras krijgt nu ook een groot aandeel in dit team, jongens. Hoppa. Toppie. Er zijn er nog een paar trainers over en die staan hierboven. Die hebben we ook nog niet verslagen. En laten we dat stukje XP dan ook nog maar even meepakken. Terwijl Ninetales iets vindt hier in de bosjes. Wat zit je er mooi bij, Ninetales. Een Pinneberry. En dan hebben we hier... dan hebben we hier weer een coach trainer. Let's go, we gaan haar battelen. Ik heb wel gekozen om te beginnen met Eevee in ieder geval. Dat doe ik altijd met die coach trainers. Want stel je voor hè, dat ze ons gewoon in één keer nakt. Dan ga ik echt huilen. Coach trainer met een Machoke. Oké, fighting type Pokémon. Daarvoor heb ik Glitzly Glow, man. Glitzly Glow moet super effective zijn tegen Machoke. En dat is het ook.
Nice. Oh, maar Brick Break is natuurlijk ook super effective tegen Eevee. Oeh, pijnlijk. Kan dit afmaken met Bouncy Bubble? Dat moet lukken. Dat zorgt ervoor dat ik een klein beetje HP gewoon terugkrijg. Misschien een beetje HP wat juist verschil gaat maken ook. Sorry, Machoke. Good battle, man. Goed gedaan. Snorro. Onze Snorlax groeit naar level 39. Die wil Screech leren. Ja, dat ga ik niet doen. Dat is niet echt heel nuttig. Pixie groeit naar level 44. En nu een Magmar. Ja, dan gaan we natuurlijk niet Lapras inzetten. Want Lapras is een ijstype Pokémon. En die wordt gewoon gesmolten door deze Magmar. Maar we gaan natuurlijk wel Bouncy Bubble gebruiken. En dan zou dit toch niet al te moeilijk moeten zijn om deze Magmar te verslaan, jongens. Want als het goed is, zijn we nu gewoon weer bijna vol HP. Ja, kijk. En dan krijgen we een Fire Punchje. Dat doet op zich wel pijn. Maar oké. Met Eevee is dit te doen, jongens. Maar goed dat ik niet Lapras heb ingezet hier. Of maar goed ook dat ik niet Snorro heb ingezet. Want die had ook pijn gehad tegen Machoke natuurlijk. Omdat Machoke fighting type is. En Snorlax een normal type is. En wat krijgen we van jou? Een TM. Fire Punch. Kijk, dat is niet verkeerd. Dat is zeker niet verkeerd. Dan hebben we nog één trainer te gaan hier zo. Maar eerst pakken we hier Surf. En Surf is een move die je ook wil leren aan Lapras. En dat gaan we dan doen in plaats van Confuse Ray. Omdat Confuse Ray toch best wel vaak ook niet raakt. En daardoor naar mijn mening niet... Ja, niet een ideale move is. En Snorro kan trouwens ook gewoon surf leren. Maar ik ben wel tevreden over zijn moveset tot nu toe op zich. Oké, laten we deze trainster nog even verslaan. En dan hebben we alle XP gepakt die we kunnen pakken onderweg naar Koga. Hoger dan deze level zoals we nu zijn, gaan we niet worden. Dus ik ben zo benieuwd of het gaat lukken. Even een Glitzly Glow op Tangela, dan is het bijna in één keer klaar. Ah, worden wij geparalyzed door Tangela. Die Tangela's die zijn wel vervelend, man. Die zitten ons steeds dwars, maar gelukkig. Eevee is fit en met Eevee valt niet te spotten. En de Paralyzation is gewoon helemaal weg. Lekker. Later, Tangela. En dan krijgen we nu te maken met Seeking. En ik hou me wel een beetje vast altijd met Seeking. Want die Horn, er is zo'n Horn Move, Horn Drill volgens mij. Of heet die misschien net anders. Die kan jouw Pokémon dus one-shotten. Dus ik ben daar wel altijd heel erg bang voor, als ik heel eerlijk ben. Oké, hij gebruikt Waterfall. Oké. Ik ben altijd zo bang van Seekings. Echt niet normaal. Maar deze verslaan we gewoon vrij makkelijk. En dan is Lapras ook bijna level 40 al. En dan is het nu toch echt tijd om naar de gym van Koga te gaan. Nou, Lapras en Snorlax zijn eigenlijk nog net te zwak om Koga te kunnen bevechten. Oh, laat me ook even wat items halen. Ik moet in ieder geval even genoeg antidotes bij me hebben. En de rest was ook allemaal zo'n beetje op aan het gaan. Dus geef maar hier even een paar Paralyzed Heals. Awakenings waren ook zowat op. Oh nee, daar heb ik er nog wel wat van. Nou ja, doe ook maar een paar. En ik wil even wat extra Hyper Potions hebben. Oké, let's go. We gaan naar het Pokémon Center, jongens. Ja, het is wel heel jammer dat we nu Golem niet meer hebben. Want die had ik echt supergoed kunnen gebruiken hier in deze gym tegen Koga. Maar ja, die is helaas overleden. Dus wat we moeten doen is Psychic type moves gaan gebruiken. En de enige die een Psychic type move kent is toch echt Eevee. Verder vliegen er wat Venomoths rond. En misschien wel wat Tangela's in de gym. Die zouden we ook kunnen laten verslaan door Pixie. Maar voor de rest, ja, heb ik niet echt een supergoed team voor tegen Koga. Hunter zou eventueel ook nog kunnen. Dat lijkt me ook wel een goeie. Maar laten we gaan beginnen. Hier in de gym van Koga. Met natuurlijk de invisible walls, de onzichtbare muren. Mooie art van Golbat, Mux, Venomoth. Let's go. We moeten minimaal 50 species Pokémon vangen. En ik heb er maar 33. Ik mag dit nog niet doen. Ja jongen, dit is dus wel lastig van een Nuzlocke Challenge. Ik mag dus alleen de eerste Pokémon vangen die op mijn route zit. Ja, dus meer dan dit aantal kan ik niet hebben. Nou, dat was het. Einde Nuzlocke Challenge. Jongens, laat maar even weten. Moet ik hier nog mee doorgaan of niet? Moet ik nu gewoon allemaal Pokémon gaan vangen en ze gelijk weer vrij laten in het wild, zodat ik ze ook echt niet kan gebruiken, zodat ik in ieder geval deze battle met Koga kan gaan doen? Of betekent dit dat een Nuzlocke Challenge gewoon echt niet kan in Pokémon Let's Go Eevee? Dat is de vraag. Ja, door deze rare eisen die mensen stellen aan het bezoeken van de gyms. Laat het me weten. Doe een blauw duimpje omhoog als je Nintendo video's leuk vindt. Abonneer dan ook zeker even op mijn kanaal. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon misschien ooit nog bij een volgende Nuzlocke Challenge video. Wie zal het zeggen? Mazzel!